Hallo, dit zijn de kaartjes voor de vissen voor april. Welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn en abonneer je als je het nog niet gedaan hebt. De energiekaartjes liggen er en ik had dus kruis, dus we gaan kijken en kijken of het resoneert bij jou. Hè? En kom anders voor een persoonlijke sessie. Eerste kaartje is neem je rust. En ga je weer opladen voor de volgende dag of voor de volgende tijd. Dus blijf gewoon rust nemen. En kom weer op adem, eigenlijk is het. En ja, dan komt Rafael, die wil eigenlijk de pijn in het hart wegnemen. Met het vierde chakra van het hart. Daar zit de pijn eigenlijk, hè. En het verdriet. Dan gaan we naar een man met het hart. Dus dat is misschien dat er al wel veel van jou gehouden wordt. Hè, als je vrouw bent. Oké. Het is al mooi gegaan voor jullie lieve vissen. Vanuit maart kom je misschien al wel aan uit een overvloedsituatie. Heel mooi. Maar er is dus nog wel iets te doen hier. Ja, want bewust ben je van iemand die niet eerlijk is. Dus er is iemand die niet helemaal, nee, niet eerlijk is. Oké. Dus wees je daar bewust van, hè? Dat iemand niet helemaal, ja, de ware is. En dan komt de Thinking Man. En de Thinking Man die heeft veel kennis, hè? Maar die heeft ook dat kristal. Dus die zal ik zo nog even voorlezen. Het is een mooi kaartje waar het naartoe gaat. Maar nu is het tijd om geen zorgen te maken. Dit is Michael, die komt voor je basischakra, hè? Het rode chakra. Je kan gronden door in de natuur te lopen, je te connecten met moeder aarde, door je hand in zout te doen, engelenringen te vragen. En Michael kan je er ook bij helpen. Hè? Hij staat hier gewoon met een sixpack op. Hè? Ik heb hem liever met een blouse aan hoor, of zo. Wel met zijn engelenvleugels, maar mij hoeft dat niet. Oh, kijk, en de buitenwereld, de invloed van anderen zeggen van je bent op een reis. En als je moet ook dingen loslaten. En je weet niet precies hoe dat gaat worden dan, maar ga gewoon die brug over. Je weet nog niet of je links of rechts afgaat, maar je laat in ieder geval wel wat dingen achter. Dus laat de mensen die je niet kan vertrouwen, laat die ook los. Hè? Dat is heel belangrijk. Oké, er komt Uriel met het zevende chakra. Dat is dus het bovenste chakra. Hè? De verbinding met moeder aarde, met het hogere zelf. Met het universum. En dat is dus je hoop. Je wil dus connecten met het universum. Hè? Met je hogere zelf. Oké. Waar gaat het dan naartoe? Oké. Dat je toch nog een beetje vastzit aan oude patronen. Hè, maar dat alles echt wel mogelijk is. Maar dat jij misschien niet altijd naar de mogelijkheden kijkt die er zich aandienen. Dus je had die overvloed, maar er is toch wel iets. Ga ik even die Thinking Man nog lezen? Die attachments heb ik net een ander gehad, dus die weet ik ook van, of die heb ik ook al eerder gehad. Die man holding hand zal ik ook even doen. Die ze horen na elkaar trouwens. 45 en 46. Even kijken. Kijk, dit kan gewoon een vriend zijn die bij binnenkomt of liefdesmateriaal wat bij binnenkomt. En leer wat je kan. Hè? Een nieuwe discipline.
techniek, een studie of een healing, kan je leven voor altijd veranderen. Oké. En de kaart stelt je om personele groei, ja, persoonlijke groei. Daar staat dit kaartje ook voor. Oké. Oh, sorry. Persoonlijke groei. En doe wat je kan doen. En dus dit kan wel ook betekenen, dat zei ik bij deze, dat een man bij je komt. Maar dat heb je dus twee keer. Dus je gaat echt groeien. Maar dan komt er nog iets oud uiteindelijk uit. Excuus. want waar staat die mandeling? I'm comfortable with all my emotions. I honor and express them in appropriate ways. I feel peace. Ja, je hebt dus twee keer dat er misschien een nieuwe man in je leven kan komen. Hè? Dat ligt twee keer. En iemand die meer, beter, al een beetje sensitief is. Of die nou een vriendschap of echt een liefdesinteresse is. Het helpt je met persoonlijke projecten, familie. Of thuis, of je huissituatie. Dus wie er ook op je pad komt, dat is wel, die helpt je ook met die afgunst, hè? Of misschien krijg je dan wel die afgunst, omdat jij iemand vindt voor de liefde of voor vriendschap. En dat iemand dat moeilijk vindt. Nou, lieve vissen, ik wens jullie een hele mooie maand toe, vol liefde en licht. Als ik nog wat voor jullie kan betekenen, hoor ik het graag. En anders, tot volgende maand. Dag!